Thanks for checking in, guys. We're gonna do 45 minutes of yin yoga. We're here with the beautiful and lovely Charlene. Good morning, Charlene. Very happy that you're here as well. So let's just start with a seated position. Just come sit straight. Kom lekker rechtop zitten. Misschien heb je een kussentje. Misschien kan je gewoon even een kussen van je bed afpakken. Maybe you have a meditation cushion. We're gonna do this class in English and Dutch. So hopefully if you don't speak Dutch, you're still able to get along. En ik zal ook heel veel cues in het Nederlands geven, dus deze les is eigenlijk voor iedereen. Like I said, zoals ik aan het zeggen was, kom lekker zitten. Feeling your sitting bones grounded. Voel de zitbotten in de grond. Just feeling your hips getting heavy, je heupen worden zwaar. En probeer ook je benen te ontspannen, relaxing the knees. And now see if you can get your shoulders over the hips. Dus je schouders komen over de heupen. Dat betekent dat je waarschijnlijk een klein beetje naar achteren moet gaan. En dan het hart omhoog en schouders ontspannen. So lifting the heart, relaxing the shoulders. Ontspan je kin. Duim en wijsvinger raken elkaar een klein beetje aan. Alsof je een heel dun stukje papier vasthoudt. So thumb and index finger slightly touching. Als je handen naar beneden zijn, betekent dat je wil aarden, wil gronden. Als je handen palmen naar boven zijn, betekent dat je in een ontvangende modus bent. So hands, palms facing up is you're in a receiving mode and palms facing down is you're in a grounding mode. So just choose for yourself what's most suitable for you at this very moment. Ontspan je gezicht helemaal. Je tong in je mond, relaxing the lips and your tongue, your eyes, the forehead. En nou breng je aandacht naar het centrum van je voorhoofd. Bring your attention to the center of the forehead. En adem in en uit door de neus. En nou observeer je de adem vanaf het centrum van je voorhoofd. So the center of the forehead is the seat of your consciousness. Dus de stoel van je bewustzijn. Het centrum van je voorhoofd. En vanaf die plek observeer je de ademhaling. Just observing the breath from the center of the forehead. En misschien hoor je jezelf wel ademhalen aan de binnenkant van je gezicht. Maybe you'll be able to hear yourself breathing on the inside of the face. Just staying with the breath. Adem diep in, maak eerst de buik vol met lucht en dan de borst en dan de keel. Adem uit, maak je buik leeg, dan je borst, dan je keel. So breathing in, belly, chest, throat. Breathing out, empty your belly, then your chest, then your throat. Again, breathing in, belly, chest, throat. Breathing out, empty your belly, then your chest, then your throat. Adem in op 4, 3, 2, 1. Hou de adem vast. 4, 3, 2, 1. Adem uit. 4, 3, 2, 1. Hou de adem vast. 4, 3, 2, 1. Again, breathing in. 4. 3, 2, 1. Hold the breath. 4, 3, 2, 1. Breathing out. 4, 3, 2, 1. Do nothing for 4 seconds. Nog een keer. Adem in. 4, 3, 2, 1. Hou de adem vast. Focus center voorhoofd. Adem uit. 4, 3, 2, 1. 1, ontspan. That's very nice. Maak langzaam vanaf de achterkant van je gezicht je ogen open. Slowly from the back of the face, open the eyes. En kom maar lekker liggen. Come lie down. Rest and relax. Heel goed. Handen apart, voeten apart. Palmen naar boven. En ontspan maar helemaal. Laat je grote tenen naar buiten vallen. Relaxing the heels and toes and the ankles. Relaxing your shins and your calves. Relaxing the knees and the thighs. Benen zijn volledig ontspannen. Heupen. Onderrug, middenrug en bovenrug ontspan. Softening the belly. Relaxing the chest, your fingers and your palmen.
Onderarmen, ellebogen, bovenarmen. De nek en de keel. Back of the head, top of the head. Voorhoofd. En je hele gezicht is ontspannen. We're relaxing the whole torso, relaxing the face. And now relaxing the mind. Laat de zorgen van vandaag los. That's very good. Hele gezicht is ontspannen. Face is completely relaxed. En dan op je volgende inademing geef jezelf een goede stretch. Stretch helemaal. Voeten bij elkaar. Handen over achter het hoofd. Diepe stretch. En ontspan. En nou komen we naar bananenasana. Dus essentially breng je je handen weer helemaal over je hoofd. En wandel je je benen en je voeten allebei naar rechts. En terwijl je dit doet, probeer je je heupen op de grond te houden. En misschien lukt het wel om dan je linkerbeen over je rechterbeen heen te vouwen, dat je enkels elkaar kruisen. Maar probeer inderdaad die linkerheup op de grond te houden. En misschien lukt het wel om met je rechterarm je linkerpols vast te pakken. Nee, het is andersom. Zo, exact. Very nice. Sorry, met je... Ja, ik zit rechts en links door elkaar. Maar je weet wat ik bedoel. Dus de kant waar je naartoe gekromd bent, met die hand pak je die andere pols vast. En dan kom je weer tot een ontspanning. In yin-yoga proberen we zoveel mogelijk die spieren te ontspannen. Zodat de ligamenten en de pezen lekker op kunnen rekken. Dus het gaat hier heel erg om de TI band. De TI band running from the hip to below the knee. En ook vanuit de Chinese medicinale wijsheid worden hier de longmeridianen en de hartmeridianen gestimuleerd. The lung and the heart meridians are stimulated, running from the armpit down to the heart. En dan breng je weer je aandacht naar het derde oogchakra, centrum van je voorhoofd, bringing the attention back to the center of the forehead. We're going to be here for another 2 minutes or so, so really relaxing. Geef jezelf tijd om zoveel mogelijk te ontspannen. En als je gedachten afdwalen, breng je ze gewoon rustig terug naar de ademhaling. Just bringing your attention back to the breathing. Adem diep naar de bodem van je ruggengraat. En adem uit, ontspan een beetje meer. Just staying with the breath. Breathing in love and light. Breathing out. Relax. Staying with the breathing. That's very good. Rustig, diepe ademhalingen, maar niet geforceerd. So calm, deep breaths without forcing it. And again, every time you feel or your mind, you feel that your mind is wandering, just gently, full of compassion towards yourself, bring your attention back to the breathing. Adem in liefde en licht. Breathing out. Relax. Nog 1 of 2 ademhalingen. Adem diep in. En adem uit. Ontspan. That's very nice. En dan langzaam wandel je je benen weer terug naar het midden. Slowly moving your legs back to the center of the mat. En je armen ook. Gaan we de andere kant doen. Dus wandel dan langzaam. Kijk, wat je alleen doet is wel heel fijn hier. Je drukt je hakken in de grond en til je heup omhoog. En give yourself a nice big stretch. Very yang-like. Very nice. Good, good, good stretch. En ontspan. En breng dan langzaam beide benen naar links. Beide armen naar links.
En dan vouw je je rechterbeen misschien over je linker enkel. En pak je met je linkerhand je rechter pols. Exactly. En dan settle back in. Very nice. I'm going to set the alarm again for 2.5 minutes. Je hebt ongeveer 2.5 minuten nodig om de banaan rijp te laten worden. You need about 2.5 minutes to ripen the banana in banana asana. And settle back in to your breath. Relax. Adem in liefde en licht. Breathing in love and light. Breathing out, letting go. Breng je aandacht weer terug naar het centrum van je voorhoofd. En vanaf het centrum van je voorhoofd observeer je de ademhaling. Becoming the observer. Misschien vind je het wel fijn, of het is sowieso nuttig om jezelf te vragen, wie ademt er? Ask yourself, who is breathing? And whoever is breathing on the inside of your being, breathe some more love and compassion, patience to that person. Dus breng echt die compassie naar je toe, door middel van de ademhaling. Het hele lichaam is volledig ontspannen. Staying with the breath. Staying with the breathing. Blijf met je aandacht bij de ademhaling. Relax. All is well. Je ogen zijn ontspannen in hun kassen. Je tong is ontspannen in je mond. Je hersens zijn ontspannen in je schedel. Like I said, your eyes are relaxed in their sockets. Your tongue is relaxed in your mouth. Your brain is relaxed in your skull. Your breath is relaxed in your being. Ontspan je ademhaling. Just staying with the breath. Blijf met je aandacht bij de ademhaling. Nog 1 of 2 rondes ademhaling. You're doing amazing. You are doing amazing. En dan langzaam beweeg jezelf weer terug naar het centrum van de mat, naar het midden van de mat. Moving back slowly towards the center of the mat. Wil je jezelf nog een keer zo'n stretch geven? Stretch, stretch, stretch. Druk je hakken in de grond, til je heup omhoog. Stretch. En relax. Gaan we naar een brug, supported bridge pose. Dus buig je knieën, bending the knees. And then by pressing your feet down into the mat, you're going to lift up your hips. So I'm going to give this pillow to Charlene. Hopelijk dat je thuis een kussen hebt. En die breng je precies onder je sacraalbeen. En dat kan ook met een blokje. You can also use a block. And if you just have a regular pillow that you sleep on, just fold it double and just shove it under your sacrum. Breng hem onder je sacraalbeen. Move the shoulders away from the ears, schouders weg van de oren naar beneden. Very nice. And so this might be what you need. Misschien denk je van, hé, maar ik voel helemaal niks. Je kan ook je blokje of je kussen kantelen. You can also move your block or your cushion up, so you have more of a lift. But what we're also going to try to do, slowly stretching out your right leg. And then slowly stretching out your left leg. And if you do that, you're going to feel a lot of nice compression on the lower back. So the lower back is really arched downward. So je krijgt nu een hele fijne compressie op je onderrug bij sacraal. So this is probably enough for you, right? Yeah. So if you would like more, laten we het heel even demonstreren. So if you want more of a compression, bend your knees again. And then you can just lift your butt back up. And then you can get into a higher mode. But this is sort of, might be a little bit uncomfortable. Let me try. How's that for you? Still okay? Do you rather have the other one? Yeah. Okay. So just placing it. Just don't go too far. You know, we're going to be here for a little while anyway. So in yin, we really try to relax into the pose over a course of about 4 minutes. We got some more time to be here also. So now start relaxing the hips. Onderrug ontspannen, heupen ontspannen, bovenrug ontspannen. And then bring your attention back to the breath.
breng je aandacht weer terug naar de ademhaling. Adem in en uit door de neus. Adem in liefde en licht. Adem uit, ontspan. Een hele gezonde houding dit. Ook de buik wordt helemaal opgerekt. Het is ook heel goed als je last hebt van je spijsverteringskanaal. If you have digestion issues, it's a very super healthy pose. Even if you don't have digestion issues, it's still really good for the intestines. And you're getting a nice compression on the lower back. And relax. For your information, we hebben ongeveer nog 2 minuten om hier te zijn. Dus geef jezelf echt tijd om die spieren zoveel mogelijk te ontspannen. De meer je je spieren ontspant, de dieper je kan naar de witte materie van het lichaam. Als de spieren de rode, spieren, bloed, organen is al het rode. Al het witte, dat noemen we de ligamenten, de pezen en zelfs de botten. Dus de meer je de rode onderdelen van het lichaam ontspant, de meer het lichaam je het lichaam toestaat om in die witte delen van het lichaam te komen. De pezen, ligamenten en de botten. En dat is precies waar yin yoga over gaat. As I was saying, the more you relax the red matter of the body, in this case we're talking about the muscle, the more you can get into the white matter of the body, which is what yin yoga is all about. We're talking about the tendons and the ligaments and even the bones. So relaxing the muscles all the way, as much as you can. And the more you bring your attention to the breath, the more you allow your mind, your body, and your spirit to relax. Just relax. Relaxing the body. Relaxing the mind. Relaxing the emotions. Ontspan je lichaam, ontspan je geest, ontspan je gevoel, relax. Nog een paar ademhalingen, breathing gently deep towards the bottom of the spine. Adem diep in en relax. Gaan we heel langzaam uit de pose komen. We're going to come out of the pose slowly. So slowly bending your right knee all the way towards your chest. And then bending your left knee all the way towards your chest. Bring langzaam je knieën naar je borst. Maybe hugging the shins. Giving yourself a nice counter stretch here. And then slowly rolling off your cushion. One way or the other. I'm just going to help you. And we're going to come into a forward butterfly. Dus kom langzaam omhoog, just slowly coming up. En dan breng je je voeten tegen elkaar aan. And you bring the pinky side of the feet. Dus de pinky side van de voeten breng je tegen elkaar aan. En dan opening your feet like a book. Yeah? So, there's no ideal in yin yoga. The target, it's not even about getting a target, but you're going to sink your forehead down towards the feet. But before we do that, take out your buttocks a little bit, diagonally to the outside. Just a little bit. Good. And then slowly just dropping your forehead down and see where it goes. Now, you have a cushion. Je hebt al een kussen. Dus misschien vind je het fijn om die kussen dan op je voeten te leggen. Zodat je iets van steun gaat vinden met je voorhoofd. So you find some support with the forehead. But it's fine to just hang your forehead in midair. All is well. And the target area in yin yoga, we work with target areas, is the whole back and the hips. So really allowing yourself to relax here. Yeah, maybe walking the hands even a little bit further. If you want to be fancy about the pose, maybe you want to place your palms together. Either way, all is well. And also here we're going to be for a little while. For at least another 3.5 minutes. So really, again, allowing yourself to
relax into the pose. Breathing in love and light towards the bottom of the spine. Adem in liefde en licht naar de bodem van je ruggengraat. Breathing out. Relax. Staying with the breathing. Staying with the breath. Dus die ademhalingen die zijn diep, maar niet geforceerd. Zo probeer naar een moeiteloze ademhaling te komen. Maar adem moeiteloos helemaal naar je heupen toe. So coming to a effortless breath. And in your effortlessness, bringing the breathing all the way towards the bottom of the spine. And breathing out, surrender and letting go. En elke keer als je merkt dat je gedachten afdwalen, voor wat voor reden dan ook, just understanding, probeer te begrijpen dat dit de manier is waarop de mind, de geest, gevormd is. Het is de bedoeling van de gedachte om af te dwalen, maar onze taak is om de gedachte erbij te houden. En in dit geval bij de ademhaling. Dus elke keer als je merkt dat je gedachten afdwalen, breng je ze rustig terug naar de ademhaling. Je kan ze terugbrengen naar het centrum van je voorhoofd. En vanaf het centrum van je voorhoofd observeer je de ademhaling. Every time you feel your mind wandering over and over and over again, bringing the attention back to the center of the forehead. And from the center of the forehead, observing the breathing. Misschien kan je jezelf afvragen, waar kan ik nog meer ontspannen? Is het mijn schouders? Zijn het mijn schouderbladen? Misschien zijn het wel je knieën, je nek of je keel. And ask yourself, where can I let go a little bit more? Maybe the shoulders, maybe your shoulder blades, maybe your knees, maybe the throat, maybe the mind. And then again, bringing your attention back to the breathing. Just another couple of breaths. Breathing in love and light. Breathing out. Relax. Staying with the breathing. Staying with the breath. That's very nice, Charlene. I see you very relaxed. That's awesome. Ik hoop jij thuis ook, je schouders, je keel, je borst. Just relax. Couple more breaths. Just a couple more breaths. That's awesome. All right. And slowly coming out of it. So Paul Grilly, the founder of Yin Yoga, is here for, he is a big proponent of doing yang poses throughout your yin practice. So let's do that, Charlene. Coming into a downward facing dog. Kom naar een downward facing dog. Dus spreid je vingers wijd. Druk je hakken naar de grond. Kin naar je borst. Oh, that must feel very nice. En door je vingers wijd te spreiden, draai je de puntige kant van je rechter elleboog naar de mat toe en de puntige kant van je linker elleboog naar de mat toe. So rolling out the pointy side of the right elbow towards the mat, rolling out the pointy side of the left elbow towards the mat. A lot of pressure between thumb and index finger. Veel druk tussen je duim en je wijsvinger. Druk je hakken naar de grond, pressing the heels down. And maybe bending one knee, bending the other knee. Buig één knie, buig die andere knie. Staying with the breath. This is awesome. Couple more breaths
And slowly coming to your belly. We're going to come into a sphinx. Dus kom helemaal op je buik liggen. We gaan naar een sphinx. Dus toppen van de voet op de grond. Wreven op de grond. En dan breng je je ellebogen precies onder je schouders. So make sure the elbows are exactly under your shoulders. So Shalane, move your elbows forward. Elbows forward. Yes. A little bit more even, if you can. And then spread your fingers wide. And then tuck your elbows towards the body. Tuck your elbows towards the body. That's it. Now, gaan we weer met die compressie in de onderrug werken. Again, getting that compression in your lower back. How's this? Good for you? Right? And then the more you lift your heart, the meer je hart omhoog brengt, the meer compressie je daar in die onderrug krijgt. So the more you lift your heart, the more compression you get in the lower back. And the more you opening up your collarbones, dus the meer je sleutelbeen er opent and bringing the shoulder blades towards each other again, the more openness you get on the front and the more compression you get in your lower back. That's awesome. So trying to relax the feet all the way. This is a really good exercise for toning the butt, to getting that compression in your lower back, which is super healthy to work on. If you're getting up in years, this is amazing for osteoporosis. This exercise, one of the best things you can do actually for osteoporosis in your sacral area and lower back. And you can be here up to 10 or 15 or maybe even 20 minutes if you can maintain it. You can just have a magazine in front of you if you are bored by staying with the breath all the time. Dus dit is een van de allerbeste oefeningen die je kan doen tegen osteoporosis in de onderrug. En het tones the butt in het Nederlands. Het maakt je billen ook steviger, de dijen. Just staying with the breath. We're going to be here for another 2 minutes. We blijven hier nog ongeveer 2 minuten. So really relaxing where you can. And if you would like to have even more in this pose, and misschien lukt het met Charlene ook wel, the only thing you need to do from here is straightening out your arms. And then you go from sphinx to seal. Dus het enige wat je moet doen is je armen uit te rekken. To get even more compression in the lower back. Maar dit is misschien een beetje veel. This might be a little bit much. So then you just slowly lower your elbows back down. En je kan ook best wel heen en weer wisselen hoor. Dat je misschien een aantal ademhalingen naar de sphinx gaat. Of naar de seal, de zeehond. En daarna weer terug naar de sphinx. So you can alternate between seal and sphinx. Maybe you want to straighten out your arms. Stay there for a couple of breaths and then bend your arms again. Just staying with the breath. And then again, the more you lift your heart, the more effect this pose has on the lower back. Dus the meer je hart optilt, the meer effect je zult krijgen op je onderrug. Relaxing the face. Relaxing the eyes. Relaxing your tongue. Ontspan je gezicht. Je ogen. Je tong. Je kaken. Relax. Adem naar de bodem van je ruggengraat. Adem uit. Ontspan. Relax. You're doing amazing, Charlene. Just a couple more breaths. Nog een paar ademhalingen. En dan coming to a counter pose. Langzaam komen we naar de counter pose, a child's pose. Breng je billen helemaal naar je hakken. Take your time, rustig. Take it easy now. Easy, 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 easy. Je billen helemaal naar je hakken. Bring your butt all the way down to the heels. And for a classical child's pose, bring your hands next to you, palms facing up. And relax. So you're getting a really nice rounding in the spine here. Enjoy that.
staying with the breathing. Ontspan je schouders. Ook tussen je schouderbladen. Relax. Nice. Echt ontspan waar je kan. Je nek, je keel, je kaak, je kin, je billen, je hakken, je knieën. Really relaxing where you can. Your throat. Your neck. Your chin, your jaws. Your butt, your heels, your palms, your breath. Relax. Letting go. Adem diep in naar de bodem van je ruggengraat. Breathing out. Letting go. Nog een paar ademhalingen. All right. Want to do another down dog? Nog eentje, Charlene? Just to stretch out every muscle in the body. Spreid je vingers wijd. Hakken naar de grond. Kin naar je borst. Deep, nice, wonderful stretch. En dan buig je knieën. Wandel je langzaam helemaal naar voren. En dan kom je op je billen zitten. Come sit on your butt. Zak je gut in. Zuig je buik naar binnen. Als je komt liggen, hou je knieën gebogen. En dan kom je langzaam werveltje voor werveltje naar beneden. Nice. Dan doe je armen wijd, palmen naar beneden, knieën, voeten, heup wijd. En dan laat je langzaam beide knieën naar links vallen. Slowly dropping both knees to the left. So if you want extra support, you can just bring your cushion under your left knee. And then looking over your right shoulder. And this can be a very nice twist if you want to take it a little bit deeper. Just lifting up your right leg, straightening out for a sec. And then bending the right knee again, place the inside of your right foot on your left knee. Dus als je iets meer stretch wil, dan kan je je rechterbeen even uitstrekken. Dan je rechterknie weer buigen en plaats je de binnenkant van je rechtervoet op je linkerknie. And just keep looking over your left shoulder. And twist. En als je hier nu ligt met het kussen onder je knie en je wil... bent klaar om wat meer twist te krijgen, then you can just take your pillow away and sink even deeper. Dus je krijgt over die hele thoracolumbar, die hele zijkant van je rug, krijg je nu een fijne diepe twist. Het is heel goed om onze practice met een twist te eindigen, want de organen aan de linkerkant van je lichaam, die worden nu als een soort van spons bij elkaar gewrongen. Als we zometeen die twist aan de rechterkant gaan doen, dan laat je al dat bloed weer vrij stromen. As I was saying, the organs on the left side of the body, like a sponge, are kind of wrung together. And then we're going to do the twist on the other side. You're going to let the blood flow back into the body from the organs. Maybe just another couple of breaths here. Breathing in deeply. Breathing out, relax. En dan breng je langzaam beide knieën weer naar het plafond. Slowly bringing both knees back towards the ceiling. Place your feet flat on the ground. Nu druk je je hakken weer in de grond. Til je heup omhoog. Misschien je hele ruggengraat van de mat af. Lift up your butt. Maybe the whole spine gets off the mat. Very nice. And slowly just drop your spine straight back into the mat. Breng je ruggengraat weer recht in de mat. Knieën, voeten, heup wijd. Armen wijd, palmen naar beneden. Drop both knees to the right. Breng beide knieën naar rechts. Looking over your left shoulder. And if you want to get a little bit deeper, lifting up your left leg, straighten it out, bend it again, place the inside of your left foot on your right knee. Dus als je wat dieper wil, strek je je linkerbeen uit, buig je knie weer, plaats de binnenkant van je linkervoet op je rechterknie. And indeed, exactly what Charlene was doing, placing your right hand on your left knee, plaats je rechterhand op je linkerknie. And looking over your left side, relax. Letting go.
Just a couple breaths. Adem in liefde en licht. Breathing out, letting go. Breathing in love and light. Adem uit, laat het los. Very nice. Very, very, very nice. Just a couple more breaths. En dan kom je langzaam naar een happy baby. Kom naar een dynamic happy baby. Dus reig je handen door de binnenkant van je dijen, onderlangs je hielen, pak de buitenkant van je voeten. So thread your hands through the inside of your thighs, go underneath your heels, grab the outside of your feet. En dan slowly rolling from side to side, rol van links naar rechts om je grote rugspier een kleine massage te geven. Giving the nice, the big back muscle, nice little massage. And if you roll from your neck to your butt, als je van je billen naar je heupen heen en weer gaat, geef je je ruggengraat, you massage your spine in a nice little way. And then slowly moving yourself into Shavasana. Kom naar Shavasana, final relaxation, dus de eindontspanning. Just lying down all the way, handen apart, voeten apart, palmen naar boven. Rest and relax. Ontspan helemaal. I'll give you some other suggestions. Ik ga een aantal auto-suggesties geven. Die kan je aannemen om wat dieper te ontspannen. So with these other suggestions, you'll be able to relax a little bit deeper. So mentally suggesting to yourself, suggereer mentaal aan jezelf. Ik ontspan mijn voeten, mijn zolen, mijn enkels. Mijn kuiten en mijn schenen, mijn knieën en mijn dijen, billen, heupen en mijn onderrug. I'm relaxing my feet, my heels, toes and ankles, my shins and my calves, knees and thighs, my hips, buttocks, my lower back, mijn middenrug en mijn bovenrug. Mijn buik en mijn ribben en mijn borst. Mijn vingers en mijn palmen. Polsen, onderarmen, ellebogen en bovenarmen. Mijn schouderbladen en mijn schouders zijn ontspannen. And I'm relaxing my middle back, my upper back. My belly and my ribs and my chest. My fingers and my palms. Wrists, forearms, elbows, and my upper arms are relaxed. Mijn nek en mijn keel, achterkant van mijn hoofd en mijn kruin. Mijn voorhoofd en mijn wenkbrauwen. Mijn oren en mijn jukbeenderen. Mijn nek en mijn throat. My shoulder blades and my shoulders. The back of my head, top of my head is relaxing. And I'm relaxing my forehead and my eyebrows. Mijn oogleden en mijn ogen, neus, neusvleugels, lippen, tanden, tong, wangen, verhemelte zijn, ontspannen. En ik ontspan mijn kaken en mijn kin. Mijn hele gezicht ontspant zich. Mijn hele gezicht is ontspannen. And I'm relaxing my eyelids and my eyes. My nose and my nostrils. My lips and my teeth. Tongue, palate and my cheeks. My chin and my jaws. My whole face is relaxing. My whole face is relax. En ik breng mijn aandacht naar mijn interne organen. Suggereer mentaal aan mezelf. Ik ontspan mijn maag,
mijn dikke en mijn dunne darm, mijn lever en mijn nieren, galblaas, milt, alvlees, klier, mijn longen en mijn hart, alle aderen, alle bloedvaten, alle zenuwen in mijn lichaam zijn ontspannen. En tenslotte ontspan ik mijn hersenen, zodat al mijn interne organen volledig zijn ontspannen. And I'm bringing my awareness to my internal organs, mentally suggesting to myself. I'm relaxing my stomach, my small and my large intestines, my liver and my kidneys, spleen, gallbladder, pancreas, my lungs and my heart, all the arteries and all the veins, all the nerves and blood vessels in my body are relax. And finally, I'm relaxing my brain so that all my internal organs are completely relaxed. En op het laatst ontspan ik mijn geest. Suggereer mentaal aan mezelf. Ik ontspan mijn geest. Mijn geest ontspant zich. Mijn geest is ontspannen. And finally, I mentally suggest to myself, I'm relaxing my spirit. My spirit is relaxing. My spirit is relax. So if you're lying here, I suggest you stay here for another 5 or 6 minutes just in silence. And then I hope you're going to be tuning in again very soon. It was a pleasure working with you. And I'm just saying goodbye for now. Dat is wat ik net zei. Als ik jou was, zou ik hier nog een aantal minuten blijven liggen, gewoon in stilte. Ik laat je alleen hier ook nog een aantal minuten liggen. En dan hoop ik dat je me snel weer ziet hier op YouTube bij David Lloyd. Alright guys, heel veel liefde. Make it a beautiful day. Thank you.